Kenzo, wat een droomstart voor jou en Excelsior in deze stadsderby. Zeker. Ik denk dat we heel goed beginnen. En dat belonen inderdaad met een goal, mijn goal. Dat is een hele mooie volgens mij. Ja, een vrije goal en heerlijk om in zo'n volle Kuip te scoren, denk ik. Ja, zeker. Dat is een goed gevoel. Maar het gevoel van verlies overheerst op dit moment wel. Ja. Ja, want na die snelle goal, hè, hou je best nog wel even stand. Dan is het met de rust 2-1. Wat voor gevoel ga je dan de kleedkamer? Nou ja, als het 2-1 is, kijk, dat had ik sowieso liever niet gehad nadat je zo begint. Maar ja, als het 2-1 is, dan zit je gewoon nog in de wedstrijd. En zo spreek je dat ook uit in de rust. Dat het gewoon nog onze kant op kan vallen. Of in ieder geval een resultaat kunnen halen. Dus zo kom je op de kleedkamer uit. Maar gaat het al heel snel de andere kant op. Ja, want dan na rust gaat het eigenlijk al heel snel mis. Heb je een verklaring voor waarom dat dan toch zo snel gebeurt? Nee, daar heb ik op dit moment geen verklaring voor. Weet je, ik weet wat in de kleedkamer is gebeurd en wij gaan natuurlijk niet zo naar buiten. We willen de andere kant op. En krijg je hem zo snel tegen. Ja, dat moeten we nog goed terugkijken. En kijken hoe dat is gegaan. Maar daar heb ik geen verklaring voor op dit moment. Nee, en dan wordt het 5-1. Dat is uiteindelijk toch nog een vervelende uitslag, denk ik. Ja, dat is zeker een vervelende uitslag. Dat is gewoon te hoog. En ja, dat is vervelend. Waar zit hem het verschil in? Een paar weken terug winnen we van AZ. Aan de andere kant PSV, Ajax, Feyenoord zijn hoge uitslagen. Is dat verschil zo groot? Misschien ook voor veel jongens is het nu de eerste keer dat we zulke wedstrijden spelen. Het zou kunnen dat dat ergens mee te maken heeft. Het kwaliteitsverschil misschien, of het zo groot is, ja. Kijk, weet je, we beginnen goed en als je dat volhoudt en wat we tegen AZ laten zien, dat vertelt een ander verhaal. Maar ja, de cijfers zijn wel duidelijk en in deze grote wedstrijd hebben we gewoon niet thuis gegeven. Dus ja. Nee, gaat het echt sneller en fysiek sterker in zo'n wedstrijd? Ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat. Maar ik denk dat als wij goed zijn, dat wij daar heus in mee kunnen. En dat we ook wel een team hebben die dat kan, maar dat hebben we gewoon niet laten zien. Hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft? Een beetje een dubbel gevoel. Ik denk dat we op het moment het heel goed hebben gedaan en ook op de ranglijst niet heel verkeerd staan. Maar dat wat ik ook in meerdere interviews heb gezegd, dat er ook momenten zijn geweest waarin wij meerdere punten konden pakken. En ja, een beetje dubbel gevoel daarin. We hadden hoger kunnen staan, maar we doen het ook niet slecht. Dus misschien een beetje neutraal. Nee, want deze uitslagen, zoals vanavond, die zijn eigenlijk te hoog. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel wedstrijden die eigenlijk maar nipt verloren zijn. Ja, en daar heb ik het dan over. Kijk, dit soort wedstrijden, dat is het heel duidelijk waar de punten naartoe gaan. En dat wil je liever niet. Maar ja, uiteindelijk, wat ik zeg, de cijfers zijn duidelijk. Maar er zijn inderdaad heel veel wedstrijden geweest waar het ook wel anders had kunnen lopen. Ja, en heb je het gevoel, als je zeg maar de wedstrijden ziet die we gespeeld hebben, wat dit zegt over de tweede seizoenshelft? Nou, ik denk dat je wel, als je naar ons kijkt als team en de wedstrijden die we gespeeld hebben, helemaal de wedstrijden waarin we goed waren, dat wij een team hebben waarin we zeker voor kunnen gaan wat we willen. En dat is handhaven direct. En ik denk dat als je Excelsior supporter daarna kijkt, dat je daar met vertrouwen naar kijkt en denkt van ja, dat is mogelijk. En natuurlijk moeten wij goed zijn, moeten we goed de tweede seizoen zelf ingaan. Maar je ziet wel de kwaliteiten en we het team ervoor hebben, zeg maar. Dus wat dat betreft met vertrouwen richting die lange tweede seizoen? Tuurlijk, alles staat met vertrouwen. Weet je. Waarom zouden we dat niet hebben? En ik denk dat het belangrijk is en dat we dan een hele mooie tweede seizoen zelf neer kunnen zetten.